Na het enige echte grote succes van de krabkar hebben we dus weer een nieuw beunproject nodig. Oftewel, een gratis motor. Dan is het zeg maar zo, de meeste motoren die op benzine, diesel of iets anders lopen, die hebben dus een ontsteking nodig, oftewel ja, of een gloeikaarsje. Maar bij deze, we hebben dus een benzinemotor van een Grasmaier 180cc, 5 tot 6,5 pk rekken, ik weet niet precies. Maar we hadden dus een probleem met ontsteking, want hij deed het eerst niet, dus ik heb even de ontsteking opgefrist. De contactpuntjes zeg maar, een nieuwe benzine erin gedaan en toen hadden we dus ontsteking. Dus dat was eigenlijk best wel prachtig. Dus ja jongens, we hebben dus een prachtige stationaire motor. Het is niet echt een motor om echt gas mee te geven zoals de krabkarmotor zeg maar, of een kartmotor. Dus ik wil even jullie vragen van wat moet ik nou met deze stationaire motor gaan maken? Mag alles zijn, laat me weten in de reacties. Ik maak het wel als het me bevalt dan zeg maar. Dus boys, allemaal even kijken naar deze video en ik zou zeggen van, ja, wat moet ik ervan maken, laat me weten. Mini krabkar 2.0 ofzo, waar je echt op moet zitten en dat je dan meer een speelgoedvorm hebt ofzo, dat vind ik ook wel mooi, maar er is niet echt de motor, zeg maar, echt voor geschikt. Dus jongens, laat me weten en maar even kijken naar deze video.